Als biersommelier is het mijn missie om bier aan tafel te krijgen. Ik neem u graag mee naar zowel leuke brasseries als toprestaurants die het aandurven om met bier te werken. Leer alles over inschenken, kijken, ruiken, proeven en combineren met gerechten. Cheers! Vandaag zijn we te gast in de Abdij van Grimbergen. Vader Abt Erik neemt me mee naar de Abdijbibliotheek, waar we een koele Grimbergen goud gaan proeven. Ik zie hem al klaarstaan. Ik denk dat dat gaat smaken. Dus dat is de laatste telg uit het roemrijke Grimbergen geslacht. Inderdaad. Ik ben eens benieuwd. U zegt een bitter bier en een blond bier. En dat is omdat de markt misschien dat wel een beetje vraagt vandaag ook. Ik denk het wel. Mm-hmm. Ik denk dat er een keermoment is van de wat zoetere bieren naar toch wel wat de bieren die wat bitterer zijn, karakter hebben. En het is ook logisch dat jullie trachten met de brouwers dan toch een product ook te maken dat een beetje gevraagd is op dit moment. Want die bieren zorgen ook wel voor inkomsten voor de abdij. Hè? Uiteraard. Dankzij de royalties kunnen wij leven, maar kunnen wij ook goede werken doen. Mm-hmm. Kunnen wij ook onze gebouwen onderhouden. Dus want de Norbertijnen zijn eigenlijk een uithuizige orde, zal ik maar zeggen. Zij gaan pastorale werken doen. Wat soms een beetje verwarring schept, wij zijn geen familie van de Benedictijnen en de Trappisten. We hebben een heel andere traditie. Wij leven wel in gemeenschap, maar vanuit die gemeenschap doen wij pastoraal werk in parochies, ziekenhuizen, onderwijs. Dus het is eigenlijk een mengeling van contemplatief leven en actief leven te samen. Ja, hier in die mooie bibliotheek is natuurlijk een prachtig kader om een contemplatieve daad te stellen, zoals het degusteren van een topabdijbier. Uiteraard, ja. Ik zie ook dat er een ander glas is voor Grimbergen goud. Het leuke van dit bier is dat het is een bier met hergisting op de fles. Ja, het parelt enorm, hè. En een heel bleke kleur, hè. Dus bijna een pilskleur, zou ik zeggen. Ja. Ik vind dat pilsachtige ook een beetje in de neus terugkomt. Ik bedoel, ik ruik hier echt zeer goede hoppen, hè. Dus de hoppen van Saas. Ja. Een beetje muntachtig zo. Dat pilsachtige komt een beetje terug, maar hij is zeer volmondig, is rijk aan smaak en tegelijkertijd dat bittertje blijft goed hangen. Het is een droog bier, dus het smaakt naar nog. Ja. Schuim is ook prachtig, hè? Wandgevend, heel dik schuim, mooie pareling. Het is duidelijk een ander bier dan de andere Grimbergen. Ja, hij breekt een beetje de traditie. Hij breekt de traditie. Ja. En hij parelt ook op de tong. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen, vader Ab, dat dit bier het niet slecht doet. Hoe zijn de resultaten na 2 jaar lancering? Wel, naar de informatie die ik heb, zou het derde bier zijn in de reeks. Na de dubbel? Dubbel, blond. En de blond. Het zou de goud komen. Een schot in de roos, zou je zeggen. Hè? Na dit heerlijke proefmoment geeft Abt Erik me nog een mini-rondleiding in de imposante basiliek en abdijkerk, vol met Brabantse barok. We stappen naar de keuken, want daar wachten zalm en knapperige groentjes. Ja, chef, ik heb hier de Grimbergen goud. Hè. Dat is een vrij pittig, blond, bleek, hergist, fruitig, speciaal bier. Ja. En ik had eigenlijk in gedachten daar een pittig visgerecht bij te combineren. En wat denk je ervan? Ik dacht aan een krokant gebakken zalm op een beetje van wintergroentjes en krielpatatjes. En een vers gemaakte citroenbotertje erbij. Citroen? Ah, dat is leuk. Ja. Daar gaan we misschien wat toetsen van terugvinden in het bier. En ook, ik denk ook dat de zalm, dat een vette vis is, daar gaat dit hoppige, kruidige bier wel goed doorsnijden, denk ik. Ja. En dat wordt een mooi contrast. Ja, bij mij zou dat er allemaal uit vliegen, hè. Dat is toch de truc dat je moet kennen. Ja, Christina Gorlette.
beetje citroenboter. Ja. Een beetje garnieren met... platte peterselie. Platte peterselie. Ziezo, is klaar. Wel, ik denk dat vader Ab dat wel naar waarde zal schatten. Ik ga hem het bier al brengen. Oké. Okay. En de gerechtjes zien we wel komen, hè. Ja, dat zo dadelijk. Griembergen goud, daar gaat het om vandaag. En daar hebben wij een pittig visgerecht bij voorzien. Want dit bier is ook wel heel pittig, mag gezegd worden. Energiste, fruitig. Hij heeft ook een lekkere, bittere afdronk. Komende van de sazenhop. Dus daar kunnen we geen flauw gerechtje bij zetten. Nee. Daar moeten we iets met karakter en ook redelijk wat vetgehalte. Daarom hebben we gekozen voor een gebakken zalm. Ja. En dit pittige, kruidige bier gaat daar een mooi contrast mee geven. Maar we kunnen alles proeven, hè? Ja. Cheers. Gezondheid. Je hebt het bier geproefd en nu proeven we daar de vis bij. Proef je dat het bier een beetje door het vet van de vis snijdt? Ja. En dat het eigenlijk de mond wat opdroogt zo. En dat komt door die hop die voor de droogheid zorgt in bieren. En dat vormt een mooi contrast met eigenlijk het smeugen van de vis. Ja. Dus in onze food pairing, harmonie en contrast vooral, is het hier duidelijk een contrast. Want zo'n vette film, hè? Een vette vis als een zalm, die roept eigenlijk om een krachtig bier met veel fruitigheid en karakter om daar tegenop te kunnen en ook om de mond een beetje op te drogen. Dus mooi contrast. Volgende week proeven we Guldendraak en Gandeham in het restaurant De Warande in Sint-Jan in Eremo.